Mijn dominee Ede zei over Joop den L. dat hij het heel zwaar zou krijgen op zijn sterfbed. Onze toenmalige premier had een gedoopt voorhoofd, was opgevoed met het woord, maar had toch God verlaten en verloochend. Enfin, ik was er niet bij toen den L stierf, maar ik zal het aan hem vragen straks in de hel. Ik denk namelijk niet dat Obe Joop, gelijk de moordenaar aan het kruis, tijdens zijn laatste ademsnik de Heer Jezus toch erkende als zijn verlosser. Tegen die tijd zal Jantje Pronk zich ook wel hebben gemeld in Lucifer's Parretje Hel, want onze minister van het Nationale Geweten is net als Joop en ik een afvallige. Oh, wat was het leven vroeger toch heerlijk overzichtelijk. Met mijn dominee die gewoon predikte dat afvallige PvdA's naar de hel gingen. Vandaag de dag hoor je dat soort donderpreken alleen nog maar van de columnisten van de linkse kerk. Zij zijn de nieuwe moraalridders. Meestal bevatten hun zedenpreekjes een onverholen stemadvies, GroenLinks. Andere vaste ingrediënten in de belerende vermaningen zijn neerbuigendheid, pedanterie, een schreeuwend tekort aan zelfspot en de klakkeloze aanvaarding van de onfeilbare dogma's van klimaatreligie, identiteitspolitiek en wokeness. Wat het klimaat betreft ben ik net als mijn ouders diep gelovig. Alle weer komt immers van God, zei mijn pa altoos, dus je mag er ook niet over klagen. Dus klaag ook niet over de zondvloed die volgens Gerrit Hiemstra over een jaar of 3 Nederland zal wegspoelen. Als ik heimwee heb naar de kerk van mijn jeugd, herlees ik de werken van dominees als Conrad Busk Nuet, Nicolaas Beets en Ferdinand Domela Nieuwhuis. Ach, met weemoed denk ik terug aan mediagenieke zielenherders als Sipke van der Land, hoogtezondominee Henny Visser en Everhard Spelberg, de illustere radiodominee van de Veperiool. Epigremdaad, het alter ego van Paul Hanen, is gebaseerd op die dominee. Ook fijn was de postmoderne hofdominee van Beatrix, Karel de Linde, die een soort christendom luidt zonder God, Jezus, hel en hemel verkondigde. Wat ik zo mooi en ontroerend vind aan al die genoemde dominees, is hun oprechte en hartverscheurende onzekerheid. Een twijfel waaronder de uitverkoren leden van de linkse Zwarte Kousenkerk niet gebukt gaan, omdat zij de waarheid in pacht hebben. Amen.